witmakende crème. Deze crème is vooral goed voor de echt donkere vlekken, dankzij zijn natuurlijke witmakende eigenschappen. Enkele druppels zuurstofwater, 2 eetlepels poedermelk, enkele druppels plantaardige glycerine, enkele druppels citroensap. Meng de ingrediënten goed tot je een olieachtige pasta krijgt. Breng dit aan op je huid voor je gaat slapen en maak het zodra je opstaat schoon met voldoende water. Voer de crème met haver en citroen. Naast het helpen bij het verwijderen van donkere vlekken, zal deze crème je ook de voedende eigenschappen van haver meegeven. Het zuiverende en reinigende effect komt van de citroen. 1 4 eetlepel fijn gemalen havermout, 1 kwart liter water, 1 theelepel citroensap. Meng alle ingrediënten samen en breng de lotion gedurende een week iedere dag aan op je huid. Laat het 15 minuten inwerken en verwijder het nadien met water. Aromatische sinaasappelcrème. Dit is een heerlijke en goedkope crème die je maakt met de schil van sinaasappels. Leg de schillen in de zon zodat ze kunnen drogen. Zodra ze volledig droog zijn, kan je ze pletten totdat je een fijn poeder overhoudt. Meng dit met melk en enkele druppels plantaardige glycerine. Hier vind je de hoeveelheden. 2 eetlepels poeder van de schil van sinaasappels, 1 eetlepel melk, enkele druppels glycerine. Breng het aan en laat het inwerken totdat het opdroogt. Spoel het vervolgens af met warm water. Crème van honing en kurkuma. Deze crème bevat tal van therapeutische eigenschappen. Het zorgt niet enkel voor het verdwijnen van donkere vlekken, maar het voedt de huid ook en vermindert ontsteking. Daarom is het zeer goed voor de gevoelige huid of voor personen die last hebben van eczeem. Deze crème is vooral aangeraden indien de vlekken een lichtere kleur hebben dan de kleur van je huid. Meng honing van goede kwaliteit met kurkumapoeder totdat je een dikke pasta krijgt. Breng dit aan als een masker en laat het een half uur inwerken alvorens het grondig af te spoelen met water. Verfrissende lotion met antioxidanten. Deze lotion is erg verfrissend en lichter dan de voorgaande recepten. Het wordt hoofdzakelijk aangeraden voor een vettige huid en bij warm weer. Een halve kop komkommersap, 2 eetlepels citroensap, 1 eetlepel plantaardige glycerine, 1 halve kop rozenwater. Meng alle ingrediënten goed en besproei je gezicht er iedere ochtend mee, meteen nadat je wakker wordt. Je hoeft het niet af te spoelen met water, omdat het ook zal helpen je gezicht te verstrakken. Nog enkele laatste tips. Hieronder vind je enkele ingrediënten die je zullen helpen je eigen persoonlijke recept te bereiden. Citroen is zeer goed voor het zuiveren en desinfecteren van de huid. Het kan echter nog intens zijn voor de gevoelige huid. In dat geval meng je het met glycerine alvorens het aan te brengen. Aloe vera is een plant die helpt om een vettige huid te hydrateren. Het verwijdert ook acne en andere onzuiverheden. Je kan het direct van de plant gebruiken of je kan een van de gels kopen die verkocht worden in apotheken en kruidenwinkels. Rozenbottelolie werkt erg helend en regenererend. Het is erg goed voor droge en oude huid. Vitamine E, dat wordt gebruikt als een conserveermiddel in veel cosmetische producten, helpt je om je huid te reinigen, hem te doen glanzen en donkere vlekken te doen verdwijnen. Essentiële olie van geraniums heeft regenererende eigenschappen voor je huid, waardoor het aangeraden is hiervan enkele druppels toe te voegen aan de crème die je gebruikt om je donkere vlekken te doen verdwijnen.